Perfect. Ja, top. Alright. Nou, dan mag je plaats gaan nemen. En die ook mag gaan zitten. Ja, yes. Oké. Kijk hier. Dit ziet er top uit. Ja. Kan je ons vertellen waarom je voor FC Utrecht hebt gekozen? Ja, dit is voor mij denk ik een stap vooruit. Niet alleen qua club, maar ik denk ook qua ambities en qua professionaliteit. De wedstrijd op het juiste moment te spelen, zeg maar, dat was dit ook weer. Dus, ja. Dus de timing die klopte, zeg maar. Ja. En na die wedstrijd kreeg ik een bericht van keeperstrainer, Ronald Wapenaar. Die ken ik natuurlijk al van mijn tijd bij Willem II. Ja. En zo is het een beetje begonnen. En ik denk een maand later zaten we met elkaar aan tafel voor de eerste gesprekken. En toen, toen heeft het daarna nog wel een tijdje geduurd, maar uiteindelijk heel blij dat ik hier kan zijn. Ik ken Sofie natuurlijk al geruime tijd, van onze tijd bij NEC, en altijd wel goed contact gehad. Dus daar wel af en toe mee gesproken inderdaad, maar het is niet zo dat hij mijn zaakwaarnemer voor dit moment is geweest, dat niet. Maar het is wel leuk hoe hij daarmee bezig is geweest, dat wel. Okay. Mag die bordtekst helemaal of helemaal onder? Beetje naar boven. Boven. Als je even wacht, dan kunnen wij het shot instellen. Yes. Ja. Top. Oké. Yes. Ja. Yes. Dan laten we die even in het donker. Wat we op TikTok dit gaan doen. Dus eerst zien we jou niet. En dan. Heel flauw, heel slecht, maar dat werkt vaak wel. Dus ga denk ik alle licht even dimmen, of niet? Kijk, ja, Marieke. Ja. Dat gaan we doen. En dan heb ik hier. Alleen even die lamp nog inderdaad. Ja. Oh ja, check. Ik vind deze ook wel misschien als teaser of. Ja, sure. Ja, ik zou denken. Wil je hem één keer aandoen? Even als testje gewoon? Ja, ziet er wel goed uit, toch? Ja, misschien ietsje hoger. Iets hoger. Ietsje klein beetje hoger. Ja, ja, dit is perfect. Ja. Kan Erika? Ja. Yes. Waar ga je hem opbrengen? Hierboven? Ja, zo. Dan mag jij hem even scherp stellen. Ja. Dan kun je even precies de plek scherp stellen waar jij hem gaat ophangen. Zijn van jouw persoonlijkheid, van je keeperskwaliteiten, denken we ook dat het een hele goede match is dat jij hier bij Utrecht nu bent. Ik ben alleen maar meer bevestigd geraakt door de gesprekken die we hebben gehad. Nu al helemaal dat je familie erbij is, want Utrecht zit helemaal verweven in je hele familie. Maar ik vind het hartstikke leuk dat jullie erbij zijn en ja, ik ben in ieder geval ervan overtuigd dat we er een mooi seizoen van gaan maken, dat je hier op je plek bent en ja, daar zullen we alles aan doen. Dus nogmaals welkom en jullie ook welkom bij alle wedstrijden die er zijn. Ja, maakt niet zo heel veel uit.
Ja, top. We gaan alleen nog even zo wat foto's maken met de show. Ja. Kijk, je mag, zeg maar, dit is het vak wat we aanhouden, mag ik precies in het midden gaan zitten. Yes. En dan mag je een beetje schuin met je lichaam naar mijn gezicht zo meteen. Even zien. Ik doe nog niks. Ik ga even de juiste positie. Kijk, hier kan je ietsje naar rechts, een tikkeltje naar rechts met de lamp.